Altijd zijn er hele slomme vluchtelingen. Mensen die trachten te ontkomen aan oorlog, honger, vervolging en andere ontberingen die hen uit het huis jagen. Zolang wij hier denken en hen dankbaar zijn voor hen die onze evacuaties opvingen en onderdak gaven, zullen wij zelf misschien beseffen hoe belangrijk het is dat wij anderen opvangen en onderdak bieden. Duidelijk is dit nog steeds van onschatbare waarde. Goedenavond, papa. Een aantal maanden geleden ben ik benaderd door Rotterdam. Die kwam met het idee om een gedenksteen te maken in de toren en of wij daar onze medewerking aan mogen betekenen. Nou, dat hebben we heel graag gedaan en we zijn ook, naar mijn mening, naar een heel goed resultaat gekomen. Toen, een aantal weken geleden, kwam ik naar Willem tegen. Met zijn kamer, we hebben die steen voor in de toren, die hebben we heel mooi gekregen. Maar die moet eigenlijk onthuld worden door een echte evacuering. Die dus dat daadwerkelijk heeft meegemaakt. Hij noemde namelijk hem. Hij zegt, zou jij dat met hem willen overleggen of dat mogelijk? Dat heb ik gedaan. Ben naar Gerrit toe gegaan. Gerrit wil het graag doen. En hij heeft het daadwerkelijk meegemaakt. En zodoende gaat hij daar nu over vertellen. Dat was, ik denk, 25 of 26 september. Want mijn vader, die was dus een dag of wat weg. Die kwam later bij mij terug, gelukkig. En die is langs het spoor van Hoorvezen naar Oosterbeek gelopen om terug te komen. En langs de hele spoorlijn zei hij dat er allemaal Engelsen ingegraven zaten. En toen kwamen die Duitsers, die jagers, die kwamen daar over de spoorbaan. En toen moest je dus dekking zoeken. En toen zag hij een gaatje en toen sprong hij erin, maar toen sprong hij een Engelsman boven op zijn huid. Maar goed, die Engelsman die zei: oké. Ja, mijn vader kon ook geen Engels, net zoals ik ook. Maar goed, in ieder geval alles is goed gekomen, mijn vader terug. En daarna hebben wij dus de dag daarop. Hebben wij de spullen gepakt en een kinderwagen en een witte vlag aan de bezemsteel gedaan. En toen zijn wij dus achter de tuin heen, van Kroegestraat naar de Schubertweg gegaan, door de tuinen van de buren, omdat aan de overkant zaten de Duitsers. En die mijn vader wou niet hebben dat hun zagen dat wij weggingen. Dus die Duitsers dachten dat er steeds in die kelder zaten. En toen wij dus door de tuin wegliepen, toen zei mijn vader: jongens, jullie kijken naar links. Ik denk, wat is dat nou, naar links? Maar er lag een dode Engelsman, heel zwaar, ja, hij was al overleden, maar heel zwaar verminkt, lag bij ons in de tuin. Met het hoofd op een wit kussen, maar het was een rood kussen. En toen zijn wij dus richting de brug Prijzen weggegaan. En even op de brug keken wij dus naar de Handenhoeve, naar Middelheel. En daar lagen al de kadavers van die koeien helemaal opgezet. Hè. Die lagen daar in de rij. Maar goed, wij vervolgden ons pad naar boven, naar de Deervloer, richting Deervloer. En toen kwam op een gegeven moment, kwam daar een Duitser, een SS'er, met motor met zijspan aan. En die wou ons controleren wat we allemaal meenamen. En vroeg naar mijn vader, mijn vader had een Ausweis, dus die kon in en uit Oosterbeek, omdat hij vanwege met brandweer zat en bij de burgerlijke bescherming, de BE. En toen waren wij halverwege de reis weg, dus met die Duitser en die kwam alles even nachecken en mijn zus. Die had een jong poesje, een wit poesje meegenomen. Die zat in de kinderwagen.
Je haalde hij eruit en die deed hij het zijspan. En toen is hij weggereden. Dus mijn zus was helemaal overstuur dat ze Poesje niet meer had. Nou ja, goed, wij zijn in ieder geval doorgelopen. En toen zijn we naar over de overgestoken richting Warnsborn. En van Warnsborn richting Schaafbergen. En van Schaafbergen richting de Apeldoornse weg. En toen zijn we die eerste dag zijn we niet verder gekomen als Uggelen. En in Uggelen, daar hebben we dus in de kerk overnacht, in het stro. Maar dat was niet prettig, want het zat allemaal ondergierden en allerlei toestanden zat daarin. Dat weet ik nog wel, dat was de hele nacht kappen. En toen zijn we daar dus één nacht in die kerk gebleven. En de volgende dag zijn we richting Apeldoorn gegaan. En daar hebben we dus in de kokosmattenfabriek hebben we daar geslapen. En ik geloof een dag of drie, vier. Dat we daar in die kokosfabriek waren. En daarna zijn wij dus naar pleeggezin, hoe ze het noemen, maar in ieder geval onderkomen bij de Bulbers. Zijn wij ingekwartierd geweest. Maar daar hebben we bij de eerste hebben we maar een maand of wat gezeten en toen zijn we naar een tweede gegaan. Want de eerste was niet zo prettig. Hebben we daar nog 9 maanden zijn we dus van huis geweest. Toen wij daar dus schat na 9 maanden in Apeldoorn ingekwartierd zijn geweest, zijn we dus weer teruggegaan naar Oosterbeek. En toen kregen we halverwege, laten we zeggen, bij Beekbergen. Kwam er een boer is geweest, dat weet ik niet. Want vroeger hadden we in Nederland paardenwagen. En die hield ons aan en die zei, nou, ik wil jullie wel naar Arnhem. En ja, toen vader, maar wij moeten naar Oosterbeek. Nou, zei hij, nog een keer naar Oosterbeek. En zodoende zijn we dus met de familie op die platte wagen geklommen. En hebben ze ons hier in Oosterbeek weer afgezet. Na de oorlog in 1945, toen kwamen er dus mensen aan de deur bij ons om te vragen of we nog jonge kinderen hadden die onder voet waren. Nou, zei mijn vader, ik heb er wat tegen. Ja. En toen zouden wij dus naar Engeland gaan. Maar toen kwamen ze dus 14 dagen later. Dat het naar Engeland niet doorging, maar of wij dan wel naar Zweden wouden. Nou zei mijn vader, Engeland of Zweden, het is allemaal buiten de deur. En toen zijn wij dus naar Zweden gegaan. Nou, en in Zweden, daar zijn we 9 maanden geweest, waarvan ik 6 of 7 maanden in het sanatorium heb gelegen. Wegens difterie. Dus ik ben maar heel kort bij de pleegouders geweest. Mijn broer, die was er al daar van begin af aan. Maar ik niet, omdat ik dus de difterie had. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat de vluchtelingen dat om mensen gaan. De mens staat centraal. We hebben hier een verhaal over een mens die heel veel meegemaakt heeft. En dat daar gaat het bij. Het is niet een economisch verhaal, het is een verhaal over mensen. Daarom vind ik het belangrijk om deze pakketten aan te bieden aan de gemeente. Een week, 2 weken misschien, te beoordelen in de toren. Aan de wedstrijd zijn,
van de toren komt hij te staan. Dus jij krijgt een gedenkwaardige plek. Zeker weten. Mooi. Dank. Ja. Ik zeg, ik ben even nog stil van het verhaal. Ja, ik meen het serieus. Het is het verhaal van iemand die meegemaakt heeft. En het ontroert natuurlijk, want ik zei toen zwart dat we dat proberen te denken van hoe zou het zijn. Kunnen we niet. Maar u heeft het echt meegemaakt. En hier zitten nog meer mensen die het echt meegemaakt hebben, waar ik ook al een gesprek mee gevoerd. En het ontroert. En daarom is het ongelooflijk mooi dat we deze pakketten nu aanbod krijgen. En dat dit een hele mooie en goede plek krijgt in de toren. En zodat ook iedereen die er langs loopt, maar vooral ook dat we met elkaar aan de rem blijven. En inderdaad, het is nog steeds aan de hand in onze in de wereld. En op het moment inderdaad dat wij mensen gastvrij op kunnen ontvangen, dan denken we hier aan. En ook aan al die mensen en al onze inwoners die doen elders gastvrij zijn opgevangen. Dus dank. En op deze manier kunnen we het doorgeven aan de jongere generatie. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus dank namens tegenwoordig bestuur van Rijken, maar ik denk ook vooral dank namens al onze inwoners. Want daar is het voor gestemd. Dus dank jullie wel.